video's had ik tegen jullie gezegd dat ik vloggen echt gay vond. Dat ik vloggen voor mensen vond zonder talent. Dat dat fucking gay was. Heel veel mensen hadden erop gereageerd van, yo, als het zo fucking gay is, doe dat zelf. Dus vandaag ga ik tonen dat ik ook kan vloggen. Vandaag ga ik tonen dat niet elke fucking... Ik bedoel, dat iedereen kan vloggen, snap je? Vandaag ben ik hier in een hotel. Het is hier redelijk nice. Hoi, goedemorgen. Ik ben fucking ziek. Voelde jij van nacht ook zoiets zijn, ook keel? Ja. Echt, ik meen dat ik was echt aan het dood gaan. Vandaag ga ik echt een vlog maken. Het is nu ochtend. En ik ga merch verkopen, dus ook even... Hey! Weten jullie al dat ik merch ga verkopen? Merch! Op mijn site! Mijn eigen kleren! Hey! Nice! You got him! Oh, fuck. Zoals ik dus al heb gezegd, vloggen is niet moeilijk. Daar is er ook een jongen. Get the fuck out! Hey! Hey! Ik ben vandaag aan het ontbijten om 2:00 middags. En we zijn uit ons hotel gezet. Ze stonden aan die deur en shit. Ik dacht, what the fuck? Dankjewel. Peace. Use it well. Don't buy crack from it. Don't buy drugs. Use it to buy food, man. Thank you, Buddha. Broke as fuck en toch doneren. Dus we gaan nu ontbijten. Ik vroeg grote koffie bij Dunkin' Donuts. Ik heb dit gekregen. Sick! Nog steeds in Utrecht. Nog steeds chillende. Nog steeds kut weer. Camera nog steeds naar de kloten. Al mijn geld opgedaan aan kleren. Ha! Fuck! Peace naar iedereen die ziek is. Ik ben het ook aan het krijgen. Ik heb ook AIDS. Stay strong, boys. Het is momenteel 3:00 nu. Ik kan nog een vette middag hebben. Voor de vette vlog snap je elke YouTuber kan vloggen. Yo, alles goed? Ja, man. Maar yo. Ja, man. Chill, chill. En ik heb al veel gechilled en gevlogd, hè? Ja, chills, chill. En wanneer kan je de merch kopen? Wel, dames en heren, merch komt eraan. Check het zeker. Koop die shit, spaar je geld. Spaar je geld voor de merch. Leuke dag, het is nog een beetje kut weer. Straks gaan we weer naar de koffiewinkel. Get some coffee. Ik ben op dit moment in Schiedam. Ik ben hier nog nooit geweest, heel mijn fucking level. Er rijden geen treinen meer van Utrecht naar Rotterdam. We zijn met de fucking bus. En ik weet niet waar ik nu ben en ik weet niet of we de trein nog naar Antwerpen gaan halen. Het is nu 9:45. En die trein die nu aankomt, daar, zo hier. Dat is onze laatste hoop. Maar die stopt niet in Antwerpen, nee. Wij gaan nu... Ja, het is niet goed, het ziet er niet goed uit. Slapen op straat is nog altijd een optie, snap je? Als deze trein straks in Roosendaal stopt en in Roosendaal is er geen trein meer naar fucking Antwerpen, dan zijn wij, deze guy en ik, echt de lul. Deze trein is letterlijk onze laatste kans naar huis. Ik ga niet overdrijven, we zijn echt gefakt, denk ik. Ik weet niet waar we moeten overstappen. Ik weet niet of we nog in Antwerpen komen of in België vanavond. Of vind ik tot nu toe van vloggen? Ik vind het kut. Omdat het volledig fucked is, omdat ik niet weet of ik nog thuis kom. Kijk, ik kom sowieso niet meer in Blankenbergen. Waar slaap ik vanavond? Wat vind ik van het vlog live? Weet jij of er nog een trein is in Rotterdam? Naar Antwerpen? Hallo? Ik denk niet dat er nog een trein is naar Antwerpen. Bro? Er zijn nog 10 minuten voor Rotterdam blijven. Geen trein meer? Nee? Ik denk niet dat er nog een trein is, dude. Ik denk het niet. Ja, wat nu? Bro? What the fuck? Dood of niet? Is die dood? Is die dood of niet? Ja. Let's go, Rotterdam. Fun. Ik dacht dat deze trein was, maar... Nou,
fuck. Fuck. Rotterdam it is, boys. Ja, inderdaad. Fuck. Shotgun die bank. Eerste trein is om 9 na 6. Het is nu 10:30. Die mevrouw van NS is dus aan het kijken of ze een taxi kunnen fixen vanaf Roosendaal naar Antwerpen. Als dat kan, dan zijn we volledig safe. We hopen dat die mevrouw ons redt. Ik ga niet, snap je, als dat niet lukt, in Roosendaal is er niks. Ik ben er nog nooit geweest. Daar wordt het op straat slapen. Snap je, hier heb ik nog die bank. Rij je niet, maar ik wel. Nee, die gaat ook dicht om 11 uur. Die bank. Fuck. Om 11 uur dicht. Maar dan kan je buiten slapen. Die mevrouw is de laatste optie die we hebben. Als hij die taxi kan fixen, one love. Naar NS. En als het niet kan, ja, wat? Fuck NS. Geen love is. Nee, geen love. Jullie hadden gedacht dat het ging lukken, dan denk ik waarschijnlijk aan nee. Het is niet gelukt. We gaan nu naar Roosendaal. Die mevrouw zei letterlijk fix het daar. Dus we gaan nu naar Roosendaal. Snap je? In Rotterdam overnachten s'nachts was niet erg. Dat was fucked, maar dat was niet erg. In Roosendaal overnachten s'nachts. Dus nu gaan we naar Roosendaal. En als er daar niks te fixen valt, dan ben ik, weet ik veel waar, alleen met Ryan. Wat als wij daar aankomen en er is daar niemand? Ah, fuck! Wat? Nee, ik deed uw reactie al, hè. Ah, fuck, please. Blauw is een actie aan het ondernemen, boy. Ik ben zoekende naar het loket. Ga iemand zoeken op het loket van Roosendaal, DC. Ga naar Roosendaal. Ga daar spreken met iemand aan het loket. Ik ga slaaflijk zoeken. We hebben geen taxi gekregen. We hebben 20 euro verspild. Nu zitten we in een dooddorp hier in Nederland. Chill. De enige optie die we nog hebben nu is taxi. Snap je, ik ben ook niet van plan om hier te blijven. Fucking Roosendaal. Het is 11:15. Dit ziet er wel een warme, stabiele plek uit om te slapen. Dank wel, Ines, om ons dit te gunnen. Welkom in onze fietsenstalling, boys. Het is nu 12 uur, nog steeds in Roosendaal. Laatste optie is taxi. Weer geld verliezen. Deze broke boys, weer geld verliezen. Kom, we gaan vragen hoeveel een taxi kost. Hoeveel worden we gedaald? Ik denk zoiets van 160. Ja, ik denk 200, maar ei. Na een geweldige taxirit van ongeveer 160 euro zijn we dan toch in Antwerpen bij Alex geraakt. Kijk, dikke shout-out naar die taxichauffeur. Hij is legend. Ook al heb ik veel te veel geld moeten betalen, hij is toch legend. En hij heeft al een paar dingen gefixt voor ons, dus legend! Ik weet die naam niet, maar legend. Weet je, Ryan? Het was al chill. De taxi was niet zo chill, maar nu is het al chill. Er zit een Cadillac in. Yes, yes, yes. Boys, het is maandag. Het was de bedoeling om nu al thuis te zijn. Dat is volledig misgegaan. Ik ben nu nog steeds hier in Antwerpen. Thanks for giving me a place to sleep. I like that. Ik dacht dat mijn trein er het over was. Nope. Ik moet nu nog helemaal naar Blankenberg. Dus dat is ook nog 3 uur. Gisteren hebben wij 7 uur of 6 uur op de trein gezeten. We zijn om 7 uur vertrokken in Utrecht. En we zijn om 1 uur aangekomen in Antwerpen. Vraag me niet hoe, maar jullie hebben dus gezien. Kijk de advertenties uit. Koop mijn merch. En vergeet vooral niet, als ik ads heb, klik erop en shit. Adblock is voor vieze gays. Ik ben altijd bang als ik zag vieze gays dat mensen gaan denken dat ik zo over gay people heb, man. Ja, dat is niet zo. Ik bedoel gewoon dat als je adblock hebt, dan ben je gewoon fucked, snap je? Gefeliciteerd Dylan Pace met je eerste auto. See you later, my dudes. Dat spaar je geld voor merchandising. Bye, boys. Sorry, moeder, sorry, man. Loompa, loompa. Hier hebben ze even in de tijd. Ik wou alles met de tijd. We sleepen al die. Bro, dit is echt. Heb je veel feestjes op je kamer of zo? Voor jezelf. Ja. Dit is echt heftig, dude. What the fuck, man? Het stopt niet. Het stopt niet. Dit is geen wijn hoor, voor mensen die denken dat dit wijn is of zo. 40%. So it's really nice. Wow. It's nice, dude. Beter dan coca zo. Wow. Dank om te kijken naar deze vlog. Tot de volgende keer. Bye, bye, bye. Meneer, bent u de taxi van de NS? Wat blieft? Ach. Fuck. Er is hier niemand meer. Ja, oké. Ik ga hier niet slapen. Zien jullie dit? Slaap ik nog liever in een combi of zo?